Oirt. Mlef ngeie, ngeie znochi en het kama jone. Utam nehtur onurb, nies je ola. Huizing, her bruno, her rut, hen amadua. En wij maakten na ihans, hij jegen, hij wil strio. Oh, ik dacht mij. Ik... Nee, nee! Dat is niet waar! Dat denk ik. Oh, nee, ik vind dit. Echt? En dit. Echt? Nee, ik denk dat Rut, dat jij wel vaak. Nee, dat is niet koppig. Dat is vasthoudend. Maar ik hou van een koppigheid. Ik vind dat goed, hè? Oké, dan ben ik het koppigste. Mijn lief gaat echt zeggen van, maar ik kan wel een beetje koken, maar niet echt lekker lekker. Maar wel beter dan wij, hè? Ik kan wel goede pasta's maken, dat is wel waar. En, een... en die Milanese. Melanzane. Melanzane. Is lekker, maar dat is dan ook het enigste eigenlijk. Oh, zo goed. Dankjewel. Bij gebrek aan iets beters, hè, vriend. We zijn acteurs. Allee, wat zeg je nu? Wij liegen toch niet tegen elkaar? Nee, tuurlijk niet. Maar dat was ook de vraag niet. Ah, nee. Ja. Wie kan het beste? Ik denk jij. Ja. Misschien is hij dus de grootste leugenaar, hè? Ja, dat je die vraag nog eens stellen. Oké, volgende vraag. Say no more. Volgende vraag. Je mag een beetje fier zijn, hè. Nog gezond zeker. Fier zijn op jezelf, hè. Ik vind dat Bruno vandaag nog mooier gekleed is dan ik, dus. Matteo vond mijn schoenen mooi. Ja, vind ik ook. Mooi bordjes. We hebben een beetje dezelfde bordjes aan. Ja. Is daarom dat je het zei? Ja, daarom zei ik het. Say no more. Volgende vraag. Nee, ik dik het al eens graag aan. Ja. Personage Dirk Poré uit Safety First heeft Tim blijkbaar echt op mij gebaseerd. En ik begin dat nu door te hebben. Dat ik inderdaad zo, hey, wat? Zo'n totaal ongeloof kan tentoonspreiden. Maar dat is heel leuk. Ik vind dat leuk. Ja, voilà. Ja, ik ook. Dat is zo. Say no more. Ik zit bewust niet op Instagram, omdat ik dan anders qua volgers Matteo direct voorbij steek. Dus ik wil hem gewoon die eer gunnen dat hem gewoon heel veel volgers heeft. Ja. Bij mij, ik heb gewoon veel volgers op straat. Mensen die mij volgen. Achtervolgers. Dat is soms heel ambetant. Maar Matteo heeft dat virtuele en ik wil hem in die virtuele trots ook laten. Matteo is daar blij mee. Matteo, ja. Ik ken iemand die Matteo heet. Ja? Ja. Als ik een meisje was, noemde ik Tessa. Dennis, als ik een jongen was. En jij? Sarah. Sarah, Dennis en Tessa. Echt waar? Hey, Dennis. Hey, dag Tess. Ik denk alle drie. We zullen alle drie wel eens met elkaar. Er is veel gebeurd, hè, in die zetel.